ADO Den Haag ontslaat Dirk Kuyt. Sylvana Simons schreeuwt in de kamer hier om de hoek, de speakerfoon ging gisteren uit. En de Oekraïense president sprak in veiligheidsraad. En we zijn in een museum in Den Haag en dat is dus waar de studio staat. We gaan beginnen. Dames en heren, dit is De Wilde in de Middag. Een reis langs de mooiste Nederlandse liedboeken. Ik hoor je denken, De Wilde in de Middag vanuit een museum. Ja, van uw belastinggeld. Er was in het militaire kamp een grote consternatie. Niet meer of minder dan een ramp bedreigde onze natie. De erwtensoep was zwaar mislukt en iedereen zong bedrukt. Wie? Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het eten laten staan. Hartelijk welkom eten bij ja, feestelijke momenten, eer van de tentoonstelling van Ruud. En dit was geen gemakkelijk traject wat we hebben afgelegd met z'n allen. En dat zit natuurlijk vooral in de coronatijd. Het is misschien al vaker gezegd, en ik heb het in ieder geval tegen best veel mensen verteld. Ik weet nog dat we hier liepen, en Otje had het daar straks over, met Ruud en Otje in het museum. En op dat moment kregen wij het telefoontje van de Koninklijke Bibliotheek. Het was half maart 2020 dat ze hun stukken niet zouden uitlenen. En wij dachten nog, nou, waarom niet? Dus er gaat helemaal niks aan de hand. En de volgende dag waren we dicht. En dat zijn natuurlijk heel lang gebleven. En af en toe gingen we tussendoor weer even open. En dan gingen we weer dicht. En dat betekent dat met deze tentoonstelling, ik denk dat die 3 keer uitgesteld is geweest. En uiteindelijk konden we hem in oktober gelukkig openen. Het is heel fijn dat we hier met z'n allen zijn. En het is zeker heel fijn dat, dat het gelukt is om de radio-uitzending hier vandaan te maken. De korporaal zei eerst proef ik, geloof dat jullie dazen. Hij kreeg de hik en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant kwam van de week, die zong als lijk zo bleek. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Hoe is het om van je eigen tentoonstelling te lopen? Trots, mooi, maar het voelt niet als een eigen... Dit voelt als eigen tentoonstelling, expositie. Ja. En dit kun je onmogelijk alleen doen. En ik moet ook eerlijk zeggen, de tijd dat ik bij Meertens Instituut een van die lades opende... Toen kreeg ik best wel een paniekaanval, want toen dacht ik, ja maar, dit is nog niet eens een fragment van een profiel, een promiel van het aanbod wat we kunnen gaan aanboren. Dus wij hebben het gehad over een top 100 en nog eens een keer een veelvoud daarvan en een longlist en een shortlist en weet je het nog? Ja, minstens 7-8 verschillende versies. Ja. En toen zei Harald op een gegeven moment, we moeten keuzes maken. De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhokjes. Geef 8 rechtsrechten, kom nou lui, wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Hè? Wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de... Maar Martine, kan jij misschien uitleggen wat het Meertens Instituut precies is? Want we horen er heel veel over, maar het is wel... Ja, ik wil persoonlijk wel weten wat het inhoudt. Nou, het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dat is al een hele mond vol. Maar daarnaast hebben we ook nog erfgoedinstelling, dus we hebben zelf ook een collectie onder meer van liedboeken en liedblaadjes. Dus die zien jullie ook op de tentoonstelling. Maar het gaat bij ons dus vooral om het onderzoek. En dat onderzoek is naar de taal en de cultuur van het dagelijks leven in Nederland. Dus onderzoek naar taal, maar dan denk ik dan aan straattaal en allerlei vormen van dialect.
En de cultuur van het dagelijks leven, denk bijvoorbeeld aan rituelen, liedjes, verhalen, moppen, broodje uitverhalen. Nou ja, noem het maar op. Daar zijn we. Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten, al dat ze jou geheel niet kan vergeten. Het is 9 uur, je vader ligt in bed, en in mijn handen heb ik jouw portret. Het is stil in huis, maar voordat ik ga liggen, o jonge lief, moet ik jou nog wat zeggen. Dat ik van narigheid geen raad meer weet, dat ik geen rustig stukje brood meer eet. Onder leiding van jullie twee heeft het toch gedaan. Kan je ons misschien een beetje meenemen hoe dat is gegaan? Want ik ben wel benieuwd. Nou, er was die eerste wat onwennige bijeenkomst bij de Albert Pierson, of bij het Albert Pierson, waar we een beetje moesten aftasten wat we gingen doen. En toen bleek eigenlijk al snel dat we het beste gewoon konden gaan kijken naar het materiaal. Dus wat is er allemaal? Ja, die enorme hoeveelheden die net al genoemd zijn. Ja, hoe maken we daar hapklare blokken van? Waar liggen ook met name de mooie dingen? Dus Gawad en ik hebben telkens zoveel mogelijk voorselecties gemaakt. En daar zijn we naar gaan kijken. En kijken welke dingen er dan uitsprongen. En ja, de mooiste liggen hier. Een tweede van een zeer oud liedje, dames en heren, zal mijn vrouw voor u zingen. Het broekje van Jantje. Er was eens een haveloos ventje. Die vroeg aan zijn moeder een broek. Maar moeder verdiende geen centje. En vader was wekenlang zoek. Ach, moedertje, geef me geen standje, er zit in mijn broekje een scheur. De jongens op school roepen Jantje, jouw billetjes die zien we de deur. Jullie kennen elkaar van een workshop, hoorde ik, typografie, van de Universiteit van Amsterdam. Nou, eigenlijk van de Efteling, maar dat wilde ik niet zeggen. Nee, maar dit klinkt interessanter, dus ik zou dit aanhouden. Ja, jaren geleden zijn we elkaar tegengekomen. Oude Manhuispoort, zoiets, daar in de buurt. Oude Turfmarkt. Oude Turfmarkt. Dat is 100 meter verderop. Maar, 200 meter trouwens ook. Maar, we kennen elkaar heel lang. En op de een of andere rare manier zijn we elkaar nooit uit het oog verloren. En ja, altijd tegen deze expositie aangehikt. Of aangeschurkt. Of, maar het... Nederlandse liederen, dat hebben we vandaag in de uitzending ook gezien, is super breed en ontzettend uitgebreid. En is die put is, nou ja, eigenlijk moet ik zeggen, onuitputtelijk. Want het stopt niet. En daarom zei ik paniekaanval. Op een gegeven moment, als je steeds meer weet, weet je steeds minder. Daar lijkt het op. En die zoektocht werd steeds ingewikkelder in mijn hoofd, omdat ik dacht, ja maar wacht even, dat is er nog en dat is er nog. En het werd zoveel. Dus het was heel fijn om echt kennis te hebben in die racebaan. Zeg maar. Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durf te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. Een lap aan je laars, hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte, van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt, kan geen ander je geven. Mens durft te leven. En Martine was heel goed in het kunnen, zeg maar, begeleiden in waar dingen vandaan komen. En Gerald weer in de, als historicus, die dan in de tijden kan meenemen. En dat was heel mooi om, zeg maar, daar een beetje lijn in te krijgen. Want dat was echt wel pittig. Ja, ik kan me voorstellen, als je zo'n heel archief hebt, dat is bijna niet te doen, toch? Om dat samen te vatten in een tentoonstelling. Nou ja, we hebben een mooie. Het is gelukt. We hebben het gewoon gedaan. Ja, ja, want Sanna, wat dacht jij toen zij 4 jaar geleden met dit idee aankwamen, met een hele bijzondere gastcurator natuurlijk. Ik was verrast. Nou, ik was op de opening van een van mijn eerste tentoonstellingen hier, Porno op papier, dus het was al een beetje een rare dag. En Garland kwam toen naar mij toe en die zei, ik heb eigenlijk al heel lang een idee met Ruud de Wild. Ik ken hem van een workshop typografie, geloof ik. En ik heb al heel lang een idee, zou je het leuk vinden om daar eens over door te praten? En toen dacht ik, ja, nou, het moet minstens wel gek zijn als ik er niet over doorpraat, toch? Ja,
Zeker. Maar was het idee bij jou zelf ook al om het over dit onderwerp te hebben? Of nee, dit is echt de eerste gedachte erover. Dat zijn echt Ruud en Garold die het bedacht hebben. Ja, ja, absoluut. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. Een lap aan je laars, hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte, van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt, kan geen ander je geven. Mens durf te leven. Ruud, als jij drie boeken uit mag kiezen, die... waarvan je denkt, die moet je echt in verdiepen, die hier ligt. Geef ik antwoord op als ik een glas wijn heb. Oké, heeft iemand een glas wijn voor Ruud de Wild? Nee, sorry, wat zei je? Ik zei, stel je moet, nou, je mag ook één boek kiezen. Welke raad je nou echt aan? Want er ligt echt enorm veel in het museum, dat heb ik natuurlijk net zelf gezien. Waarvan zeg je, daar moet je eens goed naar kijken? Dat vind ik zo lastig. Bijvoorbeeld die van Carnaval, die ja, moet het getekenen, dat, die is maar, ja. Nee, ja, er liggen zoveel mooie, er ligt zo, dankjewel. Er ligt zoveel moois, helemaal geluid. Toch, Garold? Zeg eens wat, Garold. Ja, ik ook, maar glas wijn. Garold praat niet eerder voordat hij glas wijn heeft. Ja, kijk, het is hartstikke leuk. Nu zijn we, kijk, het was eigenlijk een omgekeerde wereld. Hè. Vandaag waren wij in de wereld van Ruud, hè, de radiowereld. En het is mooi om te zien hoe zo'n programma gemaakt wordt met alles wat er omheen zit. En dan lopen wij in zijn wereld. En de afgelopen jaren hebben we hem meegetrokken naar onze wereld, mijn wereld. En dat is de wereld achter de schermen van bibliotheken en archieven. Hè. En wat ik wel fascinerend vond in het traject dat we hebben gehad, is dat je... Soms ben je ook een beetje verwend, hè? Ik ben verwend. Ik heb bij alle grote bibliotheken in Nederland gewerkt en ik heb altijd de mooiste boeken iedere dag in mijn handen mogen houden en altijd in depots mogen lopen, alle deuren gaan open. En soms denk je ook wel, ja, dat is gewoon mijn werk, dat is normaal. Hè? Maar het is ook niet normaal dat je het allemaal mag zien. En voor veel mensen is het een verborgen wereld. Hè? Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt, en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag, en de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan, zo'n hongerleier, zenuwenleier van een kleine man. En wat ik zo leuk vond is dat we nu eigenlijk Ruud onder mee tronen aan die collecties en laten zien en laten browsen met z'n allen. Hè? En natuurlijk hebben Martien en ik voorselecties gemaakt, maar we hebben vooral geprobeerd om zoveel mogelijk te laten zien. Want als je kijkt naar de geschiedenis van het Nederlandse lied, is dat een buitengewoon interessante geschiedenis, maar ook een hele veelvormige geschiedenis. Hè? En het ging bij Ruud om, niet alleen maar om de liedjes, maar ook om de typografie, om het drukken. Alle soorten boeken, hè, dat wilden we, daar wilden we naar gaan kijken. Ja, en dat is gewoon een luxe natuurlijk als je dat mag doen. De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort, zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op haar stoel, hoe veilig zo'n gevoel, wie moet de rekening betalen voor hun grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n 18 gulden C&A'tje aan, zo'n zenuwenleier, hongerleier van een kleine man.